Masha's spookverhalen. Zijn jullie ooit wel eens bang geweest om ergens te verdwalen? Ik was vroeger ook bang om te verdwalen. Maar ik ben daar nu niet meer bang voor. En waarom niet? Het verhaal over een schattig poesje stelde mij gerust. Luister goed. Dan zal ik het jullie nu vertellen. Dan zijn jullie ook niet meer bang. Er was eens een klein poesje dat in een heel mooi huis woonde. Hij was doodgewoon en er was niets speciaals aan hem. Er was echter maar één dingetje. Hij rende wel eens het huis uit, bijvoorbeeld achter een bolletje wol aan. Maar als hij dan verdwaald was, raakte hij in paniek. Ook deze keer kroop hij snel onder een bankje en bleef daar heel angstig zitten. Alles zag er zo onbekend uit en hij had geen idee waar zijn thuis was. Hij verlangde terug naar zijn baasje en was doodsbang. Het werd donker en hij werd omringd door grote gebouwen. En in het park werden er arrogante honden uitgelaten door hun baasjes. Hen iets vragen was zo beangstigend. En of het nou een kat was die langsliep of een hond, niemand die hem zag. Ze waren alleen maar bezig met hun eigen gedachten en wensen. En de tijd vloog voorbij. Het was al heel laat en het poesje had honger. Maar er was niets om te eten. Het hongerige poesje had er alles voor over om iets te eten. Maar onder het bankje vandaan kruipen leek hem veel te gevaarlijk. Het moment was aangebroken dat hij het opgaf. Toen er plotseling een vogel kwam aangevlogen. Oh nee, wat is dat nou weer? Zei het poesje angstig en hij rolde zich op als een egelballetje en begon te trillen. Ik zit gevangen, dit is het einde, dacht hij. Maar de vogel landde en zei... Hallo, ik ben een behulpzame postduif. Waarom huil je eigenlijk? Wil je misschien een sandwich? Weet je niet meer hoe je thuis moet komen? Heb je dan geen kompas bij je? Het poesje zei verlegen... Ik verga echt van de honger. Hij begon meteen te smikkelen van de sandwich die de postduif hem had gegeven. De duif zag dat hij niet meer zo bang was en vroeg voorzichtig aan de poes... Weet je misschien ook wat je adres is? Het poesje dacht heel diep na, maar hij wist het echt niet. Nee, had mijn baasje het maar op mijn staartje geschreven. Met een adres is het simpel. Ik ben een postduif. Wij verdwalen echt nooit. Waar wij ook heen vliegen en hoe ver ook, wij weten altijd weer de weg terug naar huis te vinden. Oh, maar ik ben geen postpoesje. Ik heb die gaven niet. Ik hoef normaal niet de weg terug naar huis te vinden. Ik heb een goed advies voor je, kleintje. Als je ooit per ongeluk verdwaald raakt, moet je zorgen dat je niet nog verder verdwaalt. En wees ook niet verlegen. Vraag iemand die ouder is om hulp. Ah, zei het poesje vrolijk. Het is zo simpel. Mijn baasje heeft sproetjes op haar gezicht en een wipneusje. Ze houdt van snoepjes, dus haar zakken zitten altijd vol met snoeppapiertjes. Ze heeft lang rood haar en ook twee strikjes. Ze luistert naar de naam Masha. En op dat moment verdween de duif onmiddellijk. En werd het poesje direct weer bang. Hij was weer helemaal alleen en dacht... Ach, niemand geeft om mij. Ik blijf altijd alleen. Maar plotseling, wat was dat? Er gilde iemand... Mijn poesje! Iemand pakte hem op en gooide hem in de lucht. Daarnaast zetten ze een kommetje melk voor zijn neus. Hier is wat melk. Drink maar lekker. Het poesje was zo blij. Ik ben gelukkig! Zijn baasje knuffelde en aaide hem. Ze keek naar hem en zei... Oh nee, kijk hier dan. Je staart zit vol met klitten. Je adres staat toch niet op je staart geschreven, mallert? Het staat op je halsband. Ik heb je gevonden omdat deze duif zei waar je was. Hier is een snoepje om te laten zien hoe dankbaar ik ben. Ik ben zo snel mogelijk gekomen en ik heb hard gerend. Masha keek naar het poesje dat al vredig lag te slapen. En dat is het eind van het verhaal, mijn lievertjes. Als je verdwaald raakt, moet je niet in paniek raken. Zorg dat je altijd je adres bij je hebt. Het telefoonnummer van je ouders is ook altijd heel verstandig om bij je te hebben. En wees niet bang om een volwassene
om hulp te vragen. Dat kan best. Vertel eens, lievertjes. Zijn jullie bang voor het donker? Ik was er ooit ook echt heel erg bang voor. Zo bang zelfs dat ik zorgde dat ik de hele nacht een zaklamp bij me had. Tot er op een dag iemand me een sprookje vertelde over een heel erg klein insect. Dat ook bang was voor het donker net als jij. Het beangstigende verhaal van het duistere bos. En een klein, timide insectje. Er was eens in het uitgestrekte groene bos een heel klein vrolijk insectje. Maar als de zon onderging, werd het bos waarin hij leefde donker en grauw. En was het insectje minder vrolijk dan normaal. Hij hoorde enge geluiden en keek angstig en bedachtzaam om zich heen. Oh nee, wat hoorde hij nu? Hij kon niet stoppen met bibberen. En deze nacht zag het insectje ook allerlei verschrikkelijke monsters. Er was er één met lange hoektanden en een mond die wijd open ging als een koffer. En oh nee, er was er ook één met scherpe klauwen die naar hem reikte. En tijdens die nacht werd het bos enger en enger. En toen het donker werd, werd hij banger en banger. Uiteindelijk kon het angstige kleine insectje er niet meer tegen en begon vreselijk te huilen. Oh, ik ben zo bang, zo bang, zo bang! Mama, toe! Mama, help me! Help me, help me! Doe het licht toch weer aan! Alle dieren in het bos schrokken zich echt kapot van al dat geschreeuw. Half slapend en zonder een idee wat er gaande was, vluchtten ze in allerlei richtingen. Het insectje zag de schaduwen van de dieren door het bos schieten, werd nog banger en begon nog harder te huilen. Help me! Ik overleef dit niet! Door al die herrie van het insectje kon het kleine bosveetje maar niet in slaap vallen. Zij moest de volgende morgen naar school vliegen om allerlei soorten magie te leren. Maar als ze zo slecht geslapen had, zou ze steeds in slaap vallen tijdens de les, in plaats van braaf naar haar leraar te luisteren. En iedereen weet dat als je slaapt tijdens de les, je slechte cijfers haalt. Het veetje besloot om zo snel mogelijk een einde te maken aan het vreselijke nachtconcert. Ze vloog in het donker naar het insectje en zei tegen hem: Goedenavond, lief insectje. Waarom ben je de hele tijd toch zo hard aan het schreeuwen? Kijk om je heen, alle dieren zijn gevlucht. Maar waar zijn ze dan voor gevlucht? Vroeg het angstige insectje. Voor jou natuurlijk, jij bent echt een monster, zeg. Ik ben geen monster, zei het insectje huilend. Ik ben heel klein en heel bang. Maar waarom ben ik dan niet bang? Vroeg de vee. Ik ben toch ook heel klein? Dat klopt, maar... begon het insectje te jammeren. Maar kijk dan, jij hebt een felle lantaarn bij je. Dat is de reden dat je niet bang bent. De bosvee dacht na en zei toen... Ja, dat is wel waar, ja. Weet je wat? Ik zal ook een lantaarn voor jou maken. Grove kussen, stekelvarken. 1. Borstelvissprontje. 2. Kaas, tomaat, suikerklontjes. 3. En hocus pocus, lantaarn, ga aan. En toen... Poef! Maar het insectje had geen lantaarn zoals de bosvee. Het had een lichtgevende staart. Dit gebeurt er als je niet goed oplet tijdens de les, dacht de vee bij zichzelf. Het insectje giechelde en besloot wat rond te vliegen. Hij zag dat het monster met de hoektanden en een mond zo groot als een koffer ineens in een rottende stronk was veranderd. En met het felle licht van zijn staartje bleek het monster met de scherpe klauwen eigenlijk een hele gewone boom te zijn. En plotseling realiseerde het insectje zich iets. Er is 's nachts echt helemaal niks om bang voor te zijn. En vanaf toen zet hij elke avond zijn staartlichtje aan. En vloog hij tot het weer ochtend was. En dan haalde hij overdag gewoon zijn slaap weer in. En elke avond, vlak voor ze ging slapen, glimlachte de bosvee als ze de kleine felle ster zag. Zwevend van boom naar boom en tak naar tak. In de stilte van de nacht. En nu is het de hoogste tijd om jullie een goede nacht te wensen. Soms lijkt het echt alsof je iets engs in het donker ziet.
Maar er is geen reden om bang te zijn. Volg mijn advies op en wees vrolijk. Niemand zit tijdens de les te gapen als hij goed heeft kunnen slapen. Goed, goed, goed. Waar hebben alle tekenfilms zich toch verstopt? Het is hoog tijd voor een onderzoek. 1, 2, 3, 4, 5 vooruit. We zoeken een leuk filmpje uit. Ik druk nu op deze knop. Masha en de beer, kom op. Zo makkelijk is het dus. Vooruit, probeer zelf.